Hey kijkers van Mad Epic Gamers, welkom bij een nieuwe video. Ik doe dit keer weer Ark, alleen deze keer ben ik alleen. Milan is er vandaag niet bij. Dus ja. Ik wil even aangeven jongens, vorige keer is het woord geraden. In de reacties van de vorige video was het woord Argentavis. En de persoon die heeft gewonnen heeft dus 3 shards gewonnen. En de eerste letter van het nieuwe woord is een I. Dus dan weten jullie dat alvast. Een I is het eerste letter van het nieuwe woord. En nogmaals, de letters kunnen gehusteld worden, dus het is niet dat het eerste letter van het woord moet zijn. Het kan ook ergens midden in het woord zitten. Ik zit alleen wel met een probleem. Want dit is eigenlijk Milan's en Argentavis. En die van mij die ben ik nog steeds kwijt. Dus waarschijnlijk zit die nog in de forest. Dus ik ga even kijken en dan zie ik jullie zo. Nou jongens, ik vlieg nu de forest binnen. Ik ben heel benieuwd of ik hem nog terug kan vinden. Want ik moet zeggen, eerlijk gezegd, de vorige keer heb ik off-camera heb ik ook echt al wat gezocht. Maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus ik ben bang dat ik hem nu ook niet kan vinden. Maar ik denk, ja, ik moet toch wat te doen hebben voor in de video. Dus laat ik er nog maar even heen vliegen. Het is best balen eigenlijk, want hij was super sterk. Dus ik weet ook niet eens welk level die was. Hij was best een hoog level, dat in ieder geval. Deze Argentavis is... Welk level is deze? Level 84. Ja, die andere was veel hoger. Dat sowieso. Zeg ik dat goed, 84? Nee, ik ben level 84. Goedemorgen. Hij is level 146. Nou, hij was sowieso hoger. Bij een van deze twee bomen... was ik vorige keer geland. Toen was ik weggevlogen met mijn Argentavis, maar toen vergat ik dat ik ook nog een PTE had, of andersom. Toen ben ik teruggevlogen. En toen heb ik een van de twee vogels laten staan. Nou, toen heb ik mijn Argentavis laten staan. Ik weet het niet meer precies, maar hij was in ieder geval ergens hier. Maar ik zou niet weten hoe ik hem nu terug moet vinden. Best een probleem. Maar hij is niet dood, toch? Wat kunnen we zien? Even kijken. Oh. Oké. Okay. Hij is wel dood. Ja, hij is dood. Oké, jongens, ik ben hier helemaal voor niks heen gevlogen. Oeps, dat gaan we snel weer vergeten. Nou jongens, dan was het even een korte video. Nogmaals, de eerste letter van het volgende woord is een I. Ook met dit woord kun je weer 3 shards winnen. En ja, verder als update. Ik ben even bezig met zoveel mogelijk stone verzamelen. Zodat we de base een beetje uit kunnen gaan breiden. En misschien kunnen jullie over een aantal afleveringen ook de server joinen. Dan gaat die openbaar. Dus laat vooral in de reacties weten als jullie ook willen joinen. En doe een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende aflevering weer. Was een beetje een korte video, maar tot de volgende keer. Later!